De Stichting Duurzame Ontwikkeling Pamaka, die de Pamaka-stam vertegenwoordigt, heeft gisteren op een persconferentie haar misnoegen geuit over de bepaling van de grenzen van hun grondgebied. Daartoe is de vorige week een verklaring getekend tussen de Pamaka en de Njuka. De stichting is het niet eens met wat is overeengekomen en verzet zich tegen de besluiten. Stichtingsvoorzitter Gertrui Dalouseng en Adrien Adoude, voorzitter van de Raad van Toezicht, zeggen dat de Pamaka-stam door deze overeenkomst een derde deel van hun woongebied heeft verloren. Wat is gebeurd op Drie Tabiki is dat een grote groep tegenover een hele kleine groep. De grote massa van Drie Tabiki, iedereen van Drie Tabiki, tegenover twee kapiteins en een basha van Pamaka. Dan ben je daar zo als vertegenwoordiger en dan heb je geen keus. Ze zijn natuurlijk afgevaardigd door Pamaka, maar voorafgaand aan die meeting heeft de waarnemend gramang van Pamaka, meneer Forster, gebeld met de gramang van Njuka en duidelijk aangegeven, onze mensen zijn daar om slechts te luisteren en de boodschap mee te nemen naar Pamaka. Ze hebben geen tekenbevoegdheid. Wat er allemaal zich daar heeft afgespeeld dat ze hebben getekend, laten wij achterwege, omdat we niet op de hoogte daarvan. Maar belangrijk is, er is nadat die gesprekken zijn gevoerd, is er een verklaring opgesteld met aan het eind besluiten. En een van die besluiten was dat Pamaka erkent dat de grens van hun loopt tot Bofo Tabiki. En dat erkennen wij niet. Alus Gertrui Dalouseng en zij en Adoude vragen zich af waarom er zoveel haast was om de stukken te tekenen en waarom van de bestaande mappen wordt afgestapt. De Pamaka geeft graag dat er nieuwe besprekingen gevoerd worden. Je vraagt van hoe verder, dan is wat vandaag gebeurd is alvast een bewijs van hoe verder. Kijk, we zijn niet eens en we hebben dat kenbaar gemaakt. De overheid hoort dat, de commissie van die dat ding rekent hoort het. Dat betekent, je moet toch wel aandacht gaan schenken aan het kind naar voren wat men niet eens is. Maar het moment dat het laat, je neemt geen aandacht, je neemt eigenlijk niets, je bemoeit niet ermee, dat betekent dat je respecteert die mensen niet. Want ze hebben mening gegeven dat, kijk, je hebt iets gedaan, je hebt een management team die is eigenlijk die zijn voorbereid. Maar de gemeenschap die eigenlijk het moet slikken, is niet met mij eens. En dan, als je toch doorgaat, dat betekent dat je dus eigenlijk geen respect geeft voor dat gezag. Het traditionele gezag die dus eigenlijk niet eens is. Wat je moet doen als management team en als regering, dan moet je terugkomen van, hey, dan laten we praten, want we moeten toch wel onmiddellijk verder om toch wel eruit te komen. Maar als je dat niet doet en je drukt toch wel door, dan is het duidelijk dat je van, je hebt niets te maken met wat de mening van het traditionele gezag, wat de mening van de gemeenschap is, je hebt niets te maken daarmee. Alus Adrien Adoude, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Pamaka, gisteren tijdens een persconferentie in de Gadri.